Hallo, wij zijn Christel en Jeroen van de Blikopeners. En in onze 21ste vlog gaan we het hebben over een ouderavond die wij gisteravond gehad hebben op een basisschool in Bunschoten voor ouders van kinderen die op die school zitten in groep 6, 7 en 8. Ja, 6, 7. Ja. En we hebben een ouderavond gehad, georganiseerd gedaan met samen met EduSex. En we hebben het gehad over social media en seksualiteit. Dus een superleuke avond. En, maar er vielen wel een aantal dingetjes op tijdens die avond. Ja. Nou, kun je daar eens wat over vertellen, Christel? Nou, wat het allereerste wat opviel eigenlijk was dat de ouders heel enthousiast waren. Ja. Heel druk, weet je nog? Ja, ja. En dat betekent dan vaak dat het onderwerp wel wat doet. Dus ze waren allemaal heel enthousiast en heel druk. En wat ook heel erg opviel van een aantal dingen die we behandeld hebben is... Ja, in social media moet je eigenlijk ook maar gewoon opvoeden. Ja. Ja. En voor sommigen was dat toch wel een eye-opener. Ja. Zo van, oh ja, je moet gewoon opvoeden. Mm-hmm. Net zoals je opvoedt in de gewone wereld, moet je ze ook opvoeden in de digitale wereld. Ja. Ja, ik vond wel een aantal dingen ook erg leuk. Van, we hebben bijvoorbeeld bij de ouders, er waren iets van 25 ouders. En we hebben de grote social media platforms, die hebben we met ze doorgenomen. En zo zijn we een lijstje afgegaan met Facebook en Twitter en Instagram. En hebben we gevraagd, hebben we wat over uitgelegd natuurlijk. En hebben we ze ook gevraagd waar zij zelf zeg maar mee te maken hebben of op zitten en dergelijke. En wat ik er wel heel erg opvallend van vond, was dat ouders zitten best wel op social media. Ja. Maar bijvoorbeeld de twee platforms die heel erg bekend en populair zijn bij jongeren, zoals Snapchat en Ask.fm, hadden ze geen idee van wat dat eigenlijk is. Ja, Snapchat nog wel een klein beetje, zat geen één ouder op. Maar Ask.fm bijvoorbeeld had geen enkele ouder... Iets over gehoord. Nee. En terwijl dat wel heel erg populair is onder die jeugd. En dat was goed om het daar met elkaar over te hebben. En ik weet niet of jullie weten wat Ask.fm is, maar misschien even heel kort. Dat is gewoon een social media platform waar je een account op maakt. En waar je elkaar vragen stelt en alleen maar vragen beantwoordt. Dus dat is vragen stellen en beantwoorden. En ja, dat wordt heel veel gebruikt. Wordt trouwens ook heel veel op geperst. Ja. Op dat platform. Maar heel grappig om te zien dat daar was echt nul op gescoord. Ja. En, voor sommigen ging daar ook echt wel een wereld voor open. Ja. Zo van, Ja, misschien toch eens wat meer naar kijken van wat het nou is en wat ze bezighoudt. Ja. Waar we het ook heel erg over gehad hebben is van laat je ook opvoeden door je kinderen eigenlijk. Ga naast je kind zitten of ga vragen van wat is het nou eigenlijk en kun je mij eens uitleggen wat het is? En hoe werkt het? Ja. Dan zie je vanzelf wel wat hoe het werkt, ja. Maar je ziet ook wel gelijk van de gevaren die zij zelf niet kunnen overzien, of ze daar ook in trappen of dat ze daar wel goed mee omgaan, ja. En dergelijke. Ja, het was een interessante en toffe avond. En eerst was het nog een beetje... Ja, een beetje aftasten. Zo van, ze gaat ook nog over seks hebben. Ja. Want wij vinden dat onlosmakelijk, onlosmakend van elkaar staat. Nee, onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Oh ja, zo is het. Hè? en al, dat bleek ook wel vrij snel als we daar inderdaad achter kwamen. Zoals we toen hadden over grooming, shame sexting, ja. Dat soort onderwerpen. En dan zie je gewoon... dat dat toch ook wel met seksualiteit, ja, te maken heeft. En wij zijn van mening dat je ook kennis moet hebben over de normale seksuele ontwikkeling om in te kunnen schatten wat wel en niet normaal is, ook op het gebied binnen social media. Ja, absoluut. Ja. Dus dat smaakt zeker naar meer, zo'n ouderavond. Ja, want er was heel veel gelachen. Ja. Het was heel ontspannen. Ja. En heel veel gegicheld, want het waren met name vrouwen natuurlijk, hè, die er aanwezig, ja, waren als ouderen. Twee mannen. Ja. En de sfeer was heel erg goed en ze gaven aan dat ze graag voor herhaling vatbaar. Ja. Dat, ja. Dus, we
wij organiseren vaker van dit soort avonden. We hebben binnenkort, dat is op 16 juni aanstaande, geven we in de stad van Kahen, in het auditorium daar, in het oude centrum van Amersfoort, geven we een soort lezing, workshopavond over social media en seksualiteit. Ongeveer hetzelfde als die oudere avond. Hij is altijd interactief. Ja, altijd interactief. Doen we samen met Judith van EduSex. Ja. En, hij is voor ouders bedoeld, voor kinderen die kinderen hebben in de lagere schoolleeftijd of net op de middelbare school. Ja, en ook voor leerkrachten en dergelijke. Professionals, maar ook als je zegt, goh, ik wil daar gewoon wat meer over weten of ik werk op een buitenschoolse opvang of dat soort dingen. Of ik heb gewoon interesse, of ik ben een opa en oma en ik weet er eigenlijk zo weinig van. Kom gerust. Ja, kijk even op onze Facebook-site. Er staat een evenement aangemaakt. En als je wil komen naar die avond, Are You Connected? Stad van Kahen, oude centrum van Amersfoort, Muurhuis 104 geloof ik. Als je daar naartoe wil, mail ons even, want je moet even je plekje reserveren. De blikopeners 15@gmail.com. En het is niet gratis. Het is €12,50, maar het is ook een 3 uur durende avond. En dan gaan we het over social media en seksualiteit hebben. Ja, starten om 7 uur tot 10 uur. Ja. Dus ik zou zeggen, laat je meenemen in de wereld van Skype, Snapchat, liken, taggen, noem het maar op. En wij zien jullie heel erg graag op 16 juni. En wij hopen jullie te zien. Ja. Samen met Judith. Ja. Hey, dankjewel voor het kijken. Nog een fijne zondagavond. En tot de volgende week. Tot volgende week. Doeg! Doeg.